FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Ibrahim El Kadiri is de afgelopen tijd in vorm. Hij was met goals en assist belangrijk bij de afgelopen overwinningen van FC Volendam. Ja, zoals je het ziet, ja, ik denk het wel. Ik zit wel lekker in mijn vel nu. Met een aantal goals, ook een aantal assisten. Dus ik zit wel lekker in mijn vel. Ja. De buitenspeler meent weer lekker in zijn vel te zitten. Ja, ik hou gewoon mijn focus op die dingen die ik... ik probeer zoveel mogelijk gewoon acties te maken. En als het niet lukt, gewoon kop omhoog. En ik blijf het gewoon proberen. Zoals nu lukt het gewoon. En zo zie je maar gisteren een goaltje meegepikt. Dus wel lekker, ja. El Kadiri blikt met een goed gevoel terug op de 1-5 overwinning op Telstar van afgelopen vrijdag. Voor mijn gevoel waren de eerste 20 minuten niet goed. Veel lange ballen. Maar daarna liep het wel goed voetballen. Dus vandaar dat kregen we ook veel kansen. 5 kansen. Zoals je ziet, ja. Dan score je gewoon. En als je dan gewoon lekker gewoon op ons ding doet, gewoon positiespel speelt en voetballen eruit komt, dan krijg je wel behoorlijk kansen. En dat leidt wel meer tot meer doelpunten. Maandag wacht een thuiswedstrijd tegen NAC. Na een matige start wist de Breda's ploeg de afgelopen 2 duels te winnen. El Kadiri heeft vertrouwen in een goede afloop. Ik weet dat ze niet nu zo goed voor staan. Veel spelers zijn ook vertrokken bij NAC. Maar ik denk gewoon als ze onze focus houden van wat wij kunnen doen, dan komt het wel goed, denk ik. Ik denk dat ze nu de 2 wedstrijden die ze hebben gewonnen, denk ik dat ze nu wel in een flow zitten. Maar zoals ik zei, ja, die flow kunnen we gewoon onderbreken. En door ons positiespel, door goed voetbal te laten zien aan het publiek. En dat we gewoon 3 punten pakken. Ik denk dat we Ralf Seuntjes wel in de gaten moeten houden. Hij is wel de topscorer van NAC, als ik het goed begrepen heb. En voor de rest is hij wel balvast, kopsterk. En ik denk dat we hem wel in de gaten moeten houden. En dan komt het wel goed. Na een kritische periode hebben de fans de dribbelaar weer helemaal in de armen gesloten. Ja, zeker weten. Heel lekker. Ik word goed opgevangen door de fans. Is altijd lekker om door de fans geroepen te worden. Kaartjes voor de wedstrijd FC Volendam NAC Breda zijn vanaf 1 euro te koop via www.fcvolendam.nl/tickets. En tijdens de wedstrijddag aan de stadionkassa. De aftrap maandagavond in het Krasstadion is om 8 uur.